Een Caesar salad is heel klassiek: anchovies, broodcroutons en heel veel bladgroenten. En met die broodcroutons, daar ga ik mee starten. Ik heb een volkoren brood gekocht en daar ga ik croutons uitsnijden. Ongeveer dobbelsteentjes, 2 op 2 groot. Ik ga het een beetje kruiden. Zout bovenop. Klein beetje peper erbij. En omdat ze mooi kleuren, een beetje olie. En dan mag je die een beetje rondhusselen, dat er overal een beetje olie rond de croutons hangt. Dan ga ik ze in de oven zetten. Ze hebben ongeveer een kwartiertje nodig. En dan ga ik ook al een eitje koken. Een hardgekookt ei, ongeveer 10 minuten. En dan gaan we aan de dressing beginnen. En daarvoor gaan we eerst de mayonaise maken. Ik heb een ei nodig. We gaan van het ei enkel maar de dooier gebruiken. Dus het eiwit hebben we niet nodig. 4 anchovissen ga ik toevoegen. Anchovies is super zout, dus wanneer we de mayonaise gaan afkruiden, denken we vooral veel peper toevoegen, maar met zout moet je een beetje opletten. Fris zuur willen we die dressing, dus citroensap gaat erbij. De mosterd. En een beetje look. Een groot teentje. Dus we gaan eerst de dooier met al smaken mixen. En dan gaan we de olie toevoegen. Dus daarvoor hebben we toch wel wat nodig voor een mayonaise. We gaan aanvullen in onze maatbeker tot ongeveer 120 milliliter. En dan gaan we heel voorzichtig mixen. En dan komt de mayonaise tevoorschijn. Dus ik neem ongeveer de helft van mijn mayonaise en 50 gram yoghurt. De dressing is klaar, die hou ik aan de kant en dan gaan we aan onze bladgroenten beginnen. Vandaag werd het een variant met spruiten. Uiteraard kunnen we ze niet zo eten, dus we gaan ze eerst wassen en dan heel fijn snijden. Ik ga ze fijn snijden met de keukenmachine. Een grote kom en dan gaan we al onze bladgroenten mengen. De rauwe spruitjes. Daar gaan we nog een beetje kruiden bij doen. Bladpeterselie. Die mag erbij in. Ik heb hier nog waterkers. Fijn snijden. Ik ga mijn dressing er al een beetje bij doen. Dan gaan we de broodcroutons uithalen. Deze zijn inderdaad mooi goudbruin gebakken. Geweldig toch? Het hardgekookte eitje ga ik afgieten. Dan zijn we klaar om te dresseren. Onze salade mag erin. De croutons bovenop. Beetje extra Caesar dressing. En ons hardgekookt ei. Italianen houden van kaas, houden van parmezaan. Dus dat mag zeker ook op deze variant niet ontbreken. Een paar plakjes erbij op. Zwarte peper van de molen. En voilà. Ik ga deze nou laten smaken. Ik hoop dat jij hem ook gaat uitproberen.